Goeiedag, leuk dat je kijkt naar dit extra weerbericht. De weerkaarten voor woensdag zien er best interessant uit. En op dit kanaal leggen we dan graag uit wat we zien op die weerkaarten en wat de weersverwachting zou kunnen zijn die daarbij hoort. Als je dat nu interessant vindt, abonneer dan even op ons kanaal. We vinden elke abonnee heel fijn en duimpje omhoog mag natuurlijk ook. Nou, dit is een woeste zee. We zien donkere luchten daarboven. En dit beeld, dat zou woensdag wel eens het beeld kunnen zijn van de middag en de avond. Want in al die weermodellen zien we wel hetzelfde. Vanuit het zuidwesten komt een lage drukgebied naderbij. Dat trekt over het zuiden van Groot-Brittannië, over de Noordzee, over Nederland en dan zo weer het land uit. En bij dat lage drukgebied is veel bewolking aanwezig. Gaat het ook geruime tijd regenen. En dat niet alleen, het kan ook stevig gaan waaien. En de meeste weermodellen laten echt flink wat wind zien. Alleen de koers van dat lage drukgebiedje, ja, dat is natuurlijk weer bepalend waar nu precies dat zwaartepunt van dat windveld komt te liggen. Nou, we gaan eens even kijken naar wat weerkaarten. En aan de hand daarvan probeer ik het een en ander uit te leggen. Ik begin weer eens met de jetstream, met de straalstroom. Die windband op zo'n 10, 12 kilometer hoogte. Want die is bepalend, sturend vaak voor het weer aan de grond. En in die jetstream, daar zijn bepaalde gebieden, onder andere zoals we dat noemen de linkeruitgang. Dat is nou typisch een gebied dat als pomp kan functioneren voor een lage drukgebied dat er onderdoor trekt. Als dat precies op de goede plek valt, ja, dan kan dat lage drukgebied sterk uitdiepen en dan krijg je te maken met een stormdepressie. Als ik nu hier een jetstream zie liggen en ik ga dat proberen te tekenen. Dit is de as van de jetstream en de wind die waait zo. Dan noemen we dit de linkeringang en dit de rechteringang en dit de linkeruitgang. Die zal ik dan ook nog even tekenen. Linkeruitgang en dit is dan de rechteruitgang. En onder deze twee gebieden, daar is die bovenlucht dusdanig dat dat echt als een pomp kan gaan functioneren. En als een lage drukgebied nou van de rechteringang naar de linkeruitgang trekt, onder de jetstream door, dan is dat de ideale situatie om zo'n depressie enorm te laten uitdiepen. Dat is natuurlijk het ideale plaatje, het schoolvoorbeeld. Maar ja, of dat dan woensdag gaat gebeuren, dat is nog een beetje de vraag. Deze jetstream overigens, die we hier zien, die gaat dat niet meer doen. Die hing samen met Storm Bert en die is inmiddels nu aan het wegtrekken. En we zien dan hier boven de oceaan een nieuw lage drukgebied tot ontwikkeling komen. Dat bevindt zich hier. We zien daar ook een fors windveld ontstaan. Dat is dan een nieuw stukje van de jetstream. En die twee, als die interactie gaan krijgen met elkaar, en dat gebeurt dus precies op die plekken die ik eerder benoemde, ja, dan kan zo'n lage drukgebied fors gaan uitdiepen. Hoe dat precies gaat, ja, dat is op deze termijn nog niet helemaal goed te zeggen. Zeker ook omdat dit een vrij kleine jetstream is, laat ik hem zomaar omschrijven. Maar we zien hier wel heel duidelijk dat lage drukgebied ontstaan. En wat we ook zien, als ik dan weer even die jetstream as teken zo, dan zien we dat dat lage drukgebied wel in dat gebied zit hier van de linkeruitgang. Dus als die interactie optimaal kan worden, dan kan dit lage drukgebied fors uitdiepen en dan kan je met veel wind te maken gaan krijgen. Nou, sommige modellen laten die interactie optimaal zijn. Er zijn ook wat modellen die dat iets minder sterk laten zien. Ook in de pluimverwachtingen zie je best wel een heel groot verschil in oplossingen. Ik laat de kaart nog even doorlopen. We zien dat het lage drukgebied verder wegtrekt naar Noord-Duitsland. De jetstream lijkt zelfs nog wat te activeren. Nou, dit lijkt dan net even te laten gaan komen om dit nog echt die push mee te gaan geven. Gebeurt dat wat eerder, ja, dan kan dat natuurlijk wel allemaal gaan gebeuren. Aan de grond kunnen we ook nog eventjes goed gaan kijken. Dat vergeet ik eigenlijk te zeggen. Ik ga toch nog even terug naar deze animatie. We zien hier dus dat windpatroon in de bovenlucht, op 10, 12 kilometer hoogte. Maar die witte lijnen aan de grond, dat waren de isobaren. Dus dat is de luchtdrukverdeling aan de grond. En ja, die herkennen we dan ook weer hier op deze weerkaart. Met andere woorden, we zien straks hier dat lage drukgebied weer tot ontwikkeling komen. Kijk, daar komt hij aan en dan trekt hij zo geleidelijk aan over Nederland. Dat lage drukgebied, dat zorgt sowieso voor regen en dus ook waarschijnlijk voor flink wat wind. Maar zoals het er nu uitziet, ook wel in een wat smallere band. Het is niet een heel uitgestrekt windveld. Er zit echt een smalle band in die voor die meeste wind gaat zorgen.
Dit was het Europees model. Dan heb ik ook nog hier het harmoniemodel. En ja, ik hou van mooie weerkaarten. Als je daar mooie patronen op kan zien. En dit vind ik dan dat toch wel weer typisch zo'n voorbeeld. Dat zo'n model dat ook helemaal uitrekent. Hoge resolutiemodel. En die laat dan straks, kijk, hier gebeurt dat. Zo'n prachtige krul tot ontwikkeling komen. Rond dat lage drukgebied. Ja, en dat vind ik gewoon mooi uitzien. Flink wat regen hier in Brabant en Limburg. Terwijl het in het noordwesten dan woensdagavond droog is. Maar goed, we hebben het over tientallen kilometers. Strekt het lage drukgebied. Gebied wat nu met een kern hier ongeveer ligt, trekt dat wat zuidelijker. Ja, dan ligt deze regenband natuurlijk over België, trekt het wat noordelijker. Dan krijg je juist het noorden van het land met die regen te maken en heeft het zuiden nauwelijks ergens iets mee te maken. Dus dat zijn ook nog die onzekerheden. Die koers van het lage drukgebied, wordt dat dit of wordt dat bijvoorbeeld dit of nog veel noordelijker, dan kom je hier ergens uit. Dat is dus gewoon afwachten. Maar die wind, dat is ook belangrijk. We pakken weer eventjes het Europees model erbij voor de windstoten. En dan kunnen we ook mooi zien hoe dat windstotenveld zich ontwikkelt achter het lage drukgebied. Hier is dat lage drukgebied. Hier zien we dat paars. Nou, dat zijn windstoten van 130 kilometer of meer. Aan de kust komen we ook wel op die 100 kilometer uit. Dus dat is echt wel onstuimig weer dan aan die Nederlandse kust. En als je naar steady wind kijkt, nou, met zo'n windveld, dan mag je toch wel uitgaan van 9 Beaufort stormkracht. En ik sluit zelfs niet uit dat dit ook misschien iets meer buitengaats 10 Beaufort gaat opleveren, zware storm. Als dit uitkomt, hè, want dat moet ik er dan wel bij zeggen. Nou, dit is dan het Europees model. Dat kan je ook in pluimen terug gaan zien. En dan zie je voor Noordwest, ik heb hier regio Noordwest gekozen. Dat is misschien eigenlijk wel de regio die het minst met het zware windveld mee gaat krijgen op basis van die uitkomsten van de andere modellen. Maar goed, je ziet wel heel duidelijk dat er flink wat spreiding is in al die oplossingen. Dus ja, er zit zeker wel potentie in voor veel wind. Nogmaals, of dat uit gaat komen, ja, dat is de vraag. Omdat het kan ook een stuk minder zijn. Het heeft ook alles te maken met die interactie met die jetstream. En natuurlijk ook met de koers van het lage drukgebied. Nou maken wij heel veel weersverwachtingen voor de consument, voor u, waar u nu naar kijkt, maar ook voor onze klanten. We hebben veel klanten. En die moeten natuurlijk ook al rekening houden met een mogelijk scenario. Nou, de meteorologen die hebben vandaag het volgende scenario geschetst. Dat met name dus het westen van het land met veel wind te maken gaat krijgen. Windstoten 100 km per uur, aan de kust misschien nog wel wat hoger. En we gaan vooralsnog uit dat vooral deze regio is. Maar we houden er ook rekening mee dat het wat dieper landinwaarts kan gaan komen. En zo'n verwachting, nou, die wordt elke 6 uur geüpdate om te kijken op de basis van de nieuwe modellen of er aanpassingen gedaan moeten gaan worden. Nou, woensdag wordt gewoon een bijzonder interessante weersituatie. Ik ben ook heel benieuwd naar de satellietfoto's die erbij gaan komen op woensdag als dat lage drukgebiedje gaat passeren. Het ziet er allemaal heel dynamisch uit. En ja, wij gaan nu natuurlijk de komende dagen op de hoogte houden van hoe die situatie zich verder ontwikkelt. Nog een fijne dag.